Als je voertuigen voorziet van reclameuitingen, doe het dan slim, is de oproep van de volgende spreker namens 3M. De internationaal actieve organisatie heeft precies in zich wat werkt en wat niet. En ook voor bedrijven die vergroenen kunnen de oplossingen van 3M interessant zijn. Het woord is aan Bert Schreuder. Hoi Bert. Goedemiddag Jan-Pieter, goedemiddag Remco. Hoi, ja, je belt in. En we hebben een aantal mooie vragen. Je hebt een aantal mooie sheets voor ons. Ik was allereerst eventjes benieuwd. Ja, het plakken van reclamefolies. Dit is iets wat eigenlijk al vele jaren gebeurt. Hè? Neem ons eventjes terug mee in het verleden. Ja, ik kan. Als je de volgende slide laat zien. Ik heb een kleine tijdlijn voorbereid. Het plakken van folie, dat wordt al jaren gedaan. Sinds 1947 om precies te zijn. En dat zie je vaak terug in de houtmotieven aan de zijkanten van auto's. Soms zie je dat in oude Amerikaanse films, zie je dat verschijnen. En die folies die zijn er nog steeds overigens. Die worden nu vaak toegepast voor interieurtoepassingen. En je ziet het plaatje links onderin op de slide nu. En kijk je dan in de jaren daarna, dan zien we een grote evolutie in reclame op voertuigen. Eerst was daar de schilder hè, die het handmatig deed. En na verloop van tijd kwamen de eerste snijplotters die uit zelfklevende folie letters en logo's gingen snijden. En al snel opgevolgd door digitale printsystemen die ons in staat stellen om ook visuals en full colors op voertuigen te printen en aan te brengen. Wat we de laatste tijd zien sinds de eeuwwisseling is eigenlijk dat er steeds meer gekeken wordt naar de duurzame gedachte achter folies. Want folie is een plastic, is een PVC. En 3M is in staat geweest om een Envision-reeks te ontwikkelen die bestaat uit PVC-vrije foliematerialen. Dat wil dus zeggen dat zowel de folies als de laminaten PVC-vrij zijn. En die sluiten daarmee heel goed aan op de duurzaamheidsgedachte die veel bedrijven in hun doelstelling hebben staan. Nou, kijk je dan naar de meest recente ontwikkeling, dan zie je, en dat komt mede ook door de parcel delivery, hè, de last mile delivery, zie je vaak dat busjes overdag de wijken instromen. Maar niet alleen overdag, ook 's avonds. En daar zie je toch ook de behoefte van veel merkeigenaren en brands om ook in het donker hun merk uit te kunnen stralen. En daarvoor wordt vaak reflecterende folie ingezet, waardoor je ook 's avonds, als de auto's aangelicht worden, toch je brand en de visibiliteit van je brand kunt waarborgen. Dus daarmee ook je naamverkendheid natuurlijk ook 's avonds in donker kunt ondersteunen. Bovendien is het ook nog een stukje veiligheid natuurlijk, want de auto's zijn beter zichtbaar. Ja, en jullie hebben toch een soort oplossing ontwikkeld, hè, zodat je precies kunt zien wat werkt nou wel en wat werkt nou niet. Hè? Want het is natuurlijk, ja, volgens mij, zoals je dat ook mooi bovenaan je sheets hebt gezet, het is niet zomaar alleen maar letters plakken. Hè? Nee, inderdaad. Een voertuig is een dynamisch iets, dat rijdt, dat passeert. En je doelgroep heeft eigenlijk maar een paar seconden, 3 tot 5 seconden, om echt goed te zien wat er op het voertuig staat. En daarmee is het als merkeigenaar heel belangrijk dat datgene gezien en het liefst ook onthouden wordt natuurlijk, wat je wil. Hè? Dus om je merk te promoten. Neem bijvoorbeeld een bakkerij. Die hebben heel vaak visuals van broden op de auto. Maar ja, goed, je kan wel zeggen van ik ben een bakker. Maar graag wil je ook dat men weet welke bakker dat je bent. Ja? Ja. Hoe je naam is en hoe je bedrijf heet. Nou, en dat kun je benadrukken. En ik denk dat je dan even naar de volgende slide moet. Dat je dan in die 3 tot 5 seconden, of die 5 tot 8 seconden eigenlijk, datgene kunt laten zien en laten onthouden wat jij graag wil dat je doelgroep onthoudt. En om daarmee te spelen heeft 3M in samenwerking met een paar universiteiten een tool ontwikkeld, de Visual Attention Software. En die tool die helpt je om je ontwerp dusdanig af te stemmen middels een paar technieken om juist datgene naar voren te brengen wat, zoals ik zeg, wat je graag wilt, dat onthouden blijft.
Ja, daar hebben we een aantal beelden van, hè, volgens mij. Dus misschien moeten we daar eerst even naar kijken. En dan horen we daarna wat we gezien hebben. Ja, prima. Oké. Okay. You've got just 3 to 5 seconds to direct your customer's eyes to go right where you want them. Will you leave it to chance, or will you feel sure? 3M Science can help you analyze, decide, and improve, so you can feel confident. Visual Attention Software, or VAS, uses technology based on decades of research by 3M vision scientists to help predict where the eye goes in those first few seconds. It's brilliant, proven, and easy to use. You can analyze exterior signage, in-store merchandising, vehicle graphics, websites, advertising, packaging, and so much more. If it's visual, VAS can help. Just upload your design to VAS via computer, tablet, mobile, or Photoshop plugin. Draw boxes around the areas you want noticed most, then get the results in 10 seconds. See the hotspots? That's where VAS predicts the eye will go first, the first glance winner. You see hotspots in the order the eye will catch them and receive reports like this based upon the boxes you drew that help you decide what to do next. And this showing the visual elements that science has proven attract our attention. Amazing, right? And if you find you haven't won the first glance, now's the time to switch up your design. Then plug into VAS and check again. VAS is proven to be 92% accurate when predicting first glance hotspots. So it will help optimize your creative workflow. You, your team, and client can gain consensus and make smart decisions faster because review processes are streamlined with objective, science-based information in hand. Here's the best part. You can try it now for free. Have you seen the light? That's good. Now make sure your audience sees what you want them to. A clear pathway through the eye to the brain. VAS. Ja, Bert, ik zag indrukwekkende graphics voorbij komen. Neem ons even kort mee. Wat zagen we precies? Hoe werkt deze tool? Ja, deze tool analyseert dus een afbeelding, een ontwerp. En ja, zoals ik net al zei, door middel van diverse technieken, eye tracking, heatmaps, analyseert hij wat het brein als eerste ziet en opneemt in zo'n ontwerp. Dus met name omdat een voertuig dynamisch is, heb je maar een paar seconden om je boodschap, dat gedeelte van je boodschap, het accent op te leggen wat je vaak, wat je eigenlijk wilt, wat de klant ziet. Ja, nou ja, indrukwekkend. Een andere vraag. We hebben natuurlijk vandaag, staat echt in het teken van verduurzaming, vergroening van het wagenpark. Bedrijven die echt willen uitstralen, ik ben een voorloper, onze voertuigen stoten niks meer uit. Wat kunnen jullie voor die partijen betekenen die toch echt wel een soort groen imago willen uitstralen? En natuurlijk niet alleen uitstralen, maar het ook navolgen. Ja, ja, dat klopt. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En we zien die vraag vaak terug. En met name zie je dat bij de grote merken, zoals Heineken bijvoorbeeld, die eigenlijk alleen nog maar PVC-vrije materialen op zijn voertuigen wil hebben. Nou, daar sluiten wij aan. Maar niet alleen door het produceren van deze materialen, juist door het gehele pakket. Kunnen we daar op een duurzame manier invulling aan geven. En dat betekent die PVC-vrije materialen, wat natuurlijk de hoofdfactor is, maar ook het aanbrengen ervan en de garanties die je daarop kunt geven. Het aanbrengen wordt vaak gedaan door een select partner. 3M heeft een wereldwijd netwerk aan grafische signbedrijven, die door ons gecertificeerd zijn, getraind zijn en op die manier, op de juiste manier, met de juiste middelen, die folies verwerken tot het eindresultaat. Maar daar houdt het niet op. Ook de montage daarvan is heel belangrijk, zodat je op de juiste toepassing, op de juiste ondergronden, de juiste materialen kunt verwerken, die ook bijvoorbeeld in vervormingen blijven zitten op de voertuigen. Daarmee heb je natuurlijk een eindresultaat wat je ook kunt garanderen
dat het een bepaalde tijd goed blijft en goed blijft zitten. En door dat samenspel van die componenten zijn wij in staat om met deze select partners het Match Component System garantiesysteem af te geven, waarmee de eindklant, dus de brand, gewaarborgd is van een stukje kwaliteit. En mocht er onverhoopt toch iets aan de hand zijn, dan zal het ook op een hele nette manier kosteloos hersteld worden. Nou ja, kijk, en PVC-vrije folie natuurlijk. Hè? Je haalde dat aan het begin al aan. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een mooie oplossing. Ja, PVC-vrij is natuurlijk iets wat... het wordt steeds belangrijker. Zoals ik in het begin al zei, een PVC is natuurlijk een plastic en dat wil je niet. En ook na gebruik, als de folie verwijderd wordt, moet het op een goede manier af te voeren zijn. Vandaar ook die PVC en die duurzame gedachte erachter. Ja, Bert, misschien moeten we nog eventjes een stapje terug. Hè? Want wie gaat er eigenlijk over? Hè? Want dit is natuurlijk een evenement voor fleet managers. Maar als het gaat om het bestikkeren van voertuigen, is dat dan iets waar die fleet manager ook over gaat? Is dat niet iets meer voor het marketing department? Is niet een beetje een grijs gebied ertussen? Dat is een goede vraag, Pieter. Dat is ook een vraag waar we eigenlijk altijd al een beetje mee worstelen natuurlijk. Want enerzijds heb je met de fleet manager te maken. Hè? Want het gaat over het wagenpark. Aan de andere kant heeft marketing natuurlijk een behoorlijke stem in het geheel. Want die wil natuurlijk het wagenpark gebruiken om zijn branding te doen. Om het merk uit te dragen. Voor de gein zeg ik wel eens van die twee, die zouden eens een keer met elkaar in de lift moeten staan. Naar de 10e verdieping, zodat daar een goed gesprek plaatsvindt. Want het ondersteunt elkaar wel. Het moet natuurlijk wel zo zijn dat het aanbrengen van folies minimaal tijd kost. Want een wagenpark moet rijden, dat gaat wel heel goed. Aan de andere kant, een wagenpark zonder reclame is in wezen ook een gemiste kans natuurlijk om je brand te positioneren. Ja, want waarom is het eigenlijk zo'n no-brainer? Waarom zou je überhaupt overwegen, als bouwbedrijf zijnde, waarom niet gewoon je busje wit laten? Die no-brainer, dat is dat ligt hem in het feit dat als je er iets opzet en je doet dat, wat we net besproken hebben, op de juiste manier, dan kun je je wagenpark gebruiken zonder dat het je veel tijd en energie kost in de looptijd van je auto om dingen te veranderen. Dus eenmalig een goede reclame aangebracht en op de juiste manier, en zoals die VAS software liet zien, ook met de juiste attentiewaarde, dan kun je eigenlijk ervan uitgaan dat de hele tijd dat die auto rijdt, dat die op de weg is, dat je die efficiëntie uit die reclame haalt. Ja, helder verhaal, denk ik, Bert. Dankjewel voor je toelichting. Graag gedaan.